Dag Bart, Mr. G Belgium 2019. Wat brengt je hier vandaag in dat ongure weer? Wel, ik probeer een beetje de traditie verder te zetten, mij namelijk in te zetten voor Wereld Aidsdag. Dus ik ga samen met een paar vrijwilligers van Sensoa rode lintjes uitdelen. Ja. Wat betekent dat voor jou, die Wereld Aidsdag? Wel, voor mij heel veel, omdat het een aantal jaar geleden in mijn naaste omgeving is toegeslaan. En ik moet eigenlijk ook toegeven dat ik toen ook gebukt ging onder de vooroordelen en de taboe die nog altijd rond de ziekte hangt. Maar ik moet ook zeggen, durende de jaren en ook te werken in de zorgsector, ben ik meer te weten gekomen over HIV. En dat probeer ik nu zelf ook een beetje door te geven aan de mensen die nog altijd twijfels hebben en taboe hebben omtrent de ziekte. Ja. Nu, de HIV en AIDS is eigenlijk een dalende trend aan het gaan, de besmettingen en dergelijke. Is dat onrustwekkend in die zin van, gaan de mensen dan nog veilig vrij en dergelijke meer? Wel ja, de dalende cijfers zijn inderdaad positief, maar we mogen natuurlijk onze kop niet in het zand steken, want er zijn nog altijd 1,8 miljoen nieuwe besmettingen geweest in 2017. Ja. Dus natuurlijk blijft het belangrijk om blijven in te zetten op preventie en vooral het veilig vrij in promoten natuurlijk. En dat is nu een samenwerking met welke organisatie vandaag juist? Met Sensoa. Ja. En wat doen die eigenlijk? Voor wat staan die juist? Wel, zij richten allerlei campagnes op omtrent de homoseksualiteit te gaan rond HIV, rond veilig vrij in. Ze halen een aantal taboe-thema's uit de kast. En wie daar meer over te weten wil komen, kan altijd eens surfen naar www.sensoa.be. Ja. Welke mensen wil je vandaag bereiken? Goh, eigenlijk gewoon de man op de straat, want ik wil me niet echt richten tot een bepaald aantal groep. Want het is natuurlijk de bedoeling om dat echt volledig onder de maatschappij te brengen. Dus iedereen is welkom om een lintje van mij te ontvangen vandaag. Oké, super, dat horen we echt wel heel graag. Succes ermee, hè? Ja, dank u wel.